Atom Grookwil, Katwijk, Excelsior, Maassluis, 0-0. Voor jou een hele rustige middag, denk ik. Ja, begin nadat hij even er doorheen kwam. Maar goed, voor de rest was het gewoon wel goed opletten en scherp zijn. Ja, en hopen eigenlijk dat we op het laatst nog een beetje kunnen scoren. Maar ja, 0-0 was wel vrij rustig. Het was vandaag de nummer 1 tegen de nummer 1 de laatst. Hebben we dat op het veld teruggezien? Kijk, het is gewoon heel lastig. Weet je? Dit soort wedstrijden horen er ook bij. En ja, als je dan de positieve ervan pakt, je hebt niet verloren. En ja, goed, je weet gewoon dat die gasten ook volle druk, of tenminste alles geven om niet te verliezen. Ja, en hoe langer die goal uitblijft, hoe lekkerder voor hun natuurlijk. Nou goed, en we hebben wat mogelijkheden gehad om de 1-0 in te prikken. Nou goed, dat laat je. Maar aan de andere kant, wat ik zeg, je geeft ook geen goal weg. Dus ja, goed, dit soort wedstrijden, wat ik al zei, je hoort er ook bij en je pakt een punt. Je hebt het vandaag allemaal van een afstandje kunnen bekijken. Had je nog hoop dat hij zou gevallen in de laatste paar minuten? Nou goed, als je plats kansen erbij pakt. Delors die met zijn linkerbeen volgens mij vol schiet. Dat je denkt, nou die kan er zo in vliegen. Nou goed, daarom. Dat zijn wel dingetjes die dan, ja, als die net goed vallen, dan win je hem gewoon met 1-0. Maar goed, in deze fase, Atom, twee kostbare punten die je verliest. Jij kijkt het dan zo en ik kijk het weer dan het positieve. Tegen dit soort ploegen krijg je het gewoon lastig. Als je ook hun dingen terugkijkt, volgens mij winnen ze van Kozakken Boys of spelen gelijk. Ze pakken vorige week van GV punten. Weet je, in de topklasse is het niet makkelijk. Dus gewoon blij zijn met die punt. Tuurlijk, we weten waar het aan ligt. Dan gaan we weer op verder bouwen. En volgende week maar. Je kugelt een aantal plaatsen op de ranglijst naar het gelijke spel. Maar volgende week weer rest op zich, denk ik, op de Middelmors tegen Rijnsburgse Boys. Ja, daar heb ik wel zin in. Het is toch weer een tijdje terug. En die ranglijst, je bent nog in het begin, weet je. Er kan nog van alles gebeuren, alles zit dicht bij elkaar. Je moet gewoon elke week gewoon vechten en dan kijken hoe het straks afloopt. Staat er al een fruitmandje klaar voor Danny Diel? Kaart en een fruitmand, ja. Steekt in ieder geval en jij goed weekend. Dankjewel.